gaan hangen. Dus 4 meter of een jaar voor de andere manier. Even taal ons voor de kanaal, en dan gaan we beginnen. Ja, dankjewel Geert. Een 40-jarige met zoveel ambitie, die kom je niet veel meer tegen natuurlijk. Maar hier in Amersfoort wel. Ik ben zelf geboren en getogen in Amersfoort en ik heb eigenlijk een hele historie van SCC Amersfoort. Die burgers hebben gelegen op de plaats waar nu het bejaardentehuis staat. En ze hebben daar ergens gelegen. En hier liggen ze al de 35 jaar. En het is een baan die een stukje vernieuwing verdient. En we zijn al jaren over als vergadering in de kerk hier op het gemeentehuis. Maar het schijnt zo te horen in de politiek. Mijn vorige vergadering zijn ook al lang over de vergadering. Korte klachten maken, doe je vaak goed, want ik zie dat ook hier. Het kan een beslist zijn. Alleen ja, die politiek werkt zo natuurlijk niet. Het is een mooie vereniging met heel veel ambitie, heel veel leden. En die zo'n dag als vandaag natuurlijk ook prima kunnen vermaken voor de jeugd. De fietsklok wordt steeds meer ingezet om de jeugd fietsherring te maken. In de grote steden wordt pumptrekbaan opgebouwd om de kinderen steeds makkelijker en behendiger door de stad heen te laten fietsen. En natuurlijk de sport op zich, om de kinderen van de straat af te houden en van de iPad af te houden, is ook een hele goede zaak. Ik hoop dat deze fietsklok SCC Amersfoort nogmaals 40 jaar kan blijven bestaan. Ik kan daar een heel klein beetje aan bijdragen, maar ik maak een heel klein beetje. En we zullen ons best doen en ik zal proberen om op het gemeentehuis de rest op de goede kant te krijgen. Dat we volgend jaar en nog vele jaren daarna hier weer zo'n mooi evenement als vandaag mee kunnen maken. Finalisten, allemaal heel veel succes. En ik neem graag u voor terug aan de servante omroepster, want die kan net zo goed praten als ik denk. En ze weet ik niet hoe we er allemaal mee. Dankjewel voor jullie aandacht en heel veel plezier op deze jaar.